Goedemiddag, hartelijk welkom weer bij Parkinson TV. Vandaag gaat het over naasten en Parkinson. Als je Parkinson krijgt, dan heb je dat niet alleen. Ook je naasten worden geconfronteerd met Parkinson. En naasten kunnen zijn partners, kinderen, familie, buren, vrienden. Iedereen kan te maken krijgen met jouw Parkinson. En vandaag gaan we in gesprek over de rol van naasten. En dat doen we samen met Arnie van der Locht. Ja. En jouw man heeft Parkinson al ruim negen jaar. Ja. Wim, mogen zijn naam ook noemen, hè? Wim, jazeker. Wim heeft 9 jaar Parkinson, dus jij hebt ook 9 jaar te maken met Parkinson. Ja, eigenlijk al langer natuurlijk, ja. Maar toen wisten we het nog niet officieel. Ja. 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 En Helmi, Bakermans. Ja. Jij hebt ook al lang samen met Gerard. We weten het sinds 2018, dus 6 jaar. Ja. Ja, maar ook daarvoor. Ja, als je dan terugkijkt, als op het moment dat de diagnose gesteld wordt, dan vallen eigenlijk een hele hoop klachten op zijn plaats, waar je eigenlijk al lang niet wist wat er aan de hand was. Ja. En dan blijkt het toch waarschijnlijk wel veel langer te zijn. Ja. Ja. Indiana van der Tijl, je bent de verpleegkundige hier in het Radboud UMC. Parkinson-verpleegkundige, veel ervaring. Hoeveel mensen per week zie jij, of heb je in je spreekkamer, zeg maar, begeleid jij? Ongeveer 10, 12 patiënten per week. Ja. Maar daarnaast hebben we regelmatig telefonische consulten of videoconsulten. We mogen sinds kort ook weer huisbezoeken brengen. Ja. Dus we zien veel patiënten per week. Je ziet veel mensen, ja. Parkinson, vaak samen met naasten. Ja. Zijn we altijd heel dankbaar voor als die meekomen. Ja, ja. Ja. Nou, u kunt zelf ook meedoen met deze uitzending door uw vraag via de chat te stellen. Dat vinden wij fijn, want dan kunnen we die vraag direct aan de gasten hier aan tafel stellen. Dus doe dat vooral. Misschien even al aan jullie beiden. Ik zei in de introductie van Parkinson krijg je niet alleen, krijg je samen. Ervaren jullie dat ook zo? Heb je ook het gevoel van we hebben samen Parkinson? Zeker heb je samen Parkinson. Ja. Ja. Want het is natuurlijk heeft een grote inbreuk op je leven, op je toekomst. Zeker als de diagnose gesteld wordt, dan valt eigenlijk een heleboel in duigen van ja. Zoals je gezond ouder zou willen worden, dat komt in de knel. Ja, en, ja. Dus je hebt echt samen. Ja, ik heb zeker, als ik voor mezelf spreek, heb ik wel echt een aantal weken zeker moeten wennen aan het idee van, oh jee, mijn man met Parkinson. Ja. En hoe gaat dat? Ik zag hem al, weet je wel, afhankelijk in een rolstoel, et cetera. Maar natuurlijk hoeft het zo niet te lopen. En daar is het gelukkig ook nog niet. Maar totdat ik dacht van oké, daar zijn we nog lang niet. Dat hoeft helemaal niet zo te gaan. Ik draai de knop om en we kijken vanaf nu wat kan wel. En daar gaan we vanuit. Positief blijven en kijken naar de mogelijkheden. En we gaan het samen doen. Want kun je teruggaan naar het moment van de diagnose? Nou, mijn man had... Omdat 9 jaar geleden? Ja, mijn man had al... 3 jaar lang last van depressieve klachten. Is ook daarvoor behandeld. Ze werd genoemd een klassieke depressie. En een half jaar voor de diagnose waren we een keer aan het wandelen. En toen zag ik hem al dribbelend op zijn voorvoeten gaan lopen. Ik zei, stop, het lijkt wel dat je loopt als een Parkinson. Ja, maar zelfverzorgende, dus jij wist daar wat van? Of? Ik herkende die loop. Ja, ja, ja. En ik heb hem meteen geblokt. En een half jaar later kwam de diagnose. Ja, ja. En toen is hij gestart met levodopa. En na 2 dagen zag ik al mentale veranderingen. Wat met 3 jaar antidepressiva niet lukte. Ja, ja, ja. Dus je zag al direct verbetering door door de medicijnen. Ja, ja. En eigenlijk ben je dan blij met een diagnose die juist is.
Terwijl natuurlijk de diagnose op zich is geen fijne diagnose. Want we gunnen hem niemand, hè? Nee, maar het feit dat je daar iets op dat moment aan kon doen, dat was in ieder geval fijn. Ja, zeker. Helmi, ervaar je dat ook, dat je samen Parkinson hebt? Ja, zeker. Wat jij vertelt is ook eigenlijk wel heel herkenbaar. Hè? Kijk, mijn man was natuurlijk al wel ziek. Geen depressiviteit, maar had heel, heel slecht hart. Ja. Dus er was al van alles. Maar er kwam steeds meer bij. En we konden steeds minder dingen samen doen. En dat merk ik nu nog veel meer. Want nu kun je eigenlijk alleen nog maar dingen samen doen. Dat zijn eigenlijk alleen nog maar de enige dingen die we samen kunnen doen. Want anders dan wordt voor hem het leven wel heel erg klein. Ik herken dat. Ik moet nu denken voor twee. Alles organiseren enzovoort. Wat je vroeger altijd samen deed, komt nu op mij terecht. Ja. Dus hij heeft de diagnose en ik deal ermee. Ja, want soms wordt de term mantelzorgen gebruikt voor partners die zorgen. Ja, dat is een term, maar je blijft toch wel de partner, want je doet echt alles samen. Ja, je voelt je geen verzorger, geen mantelzorger, zeg maar. Een beetje. Ja, net zo goed, maar je blijft toch ook partner. Je bent verzorger, je zorgt overal voor, maar je blijft wel de partner, vind ik. Ja, want dat is wel moeilijk af en toe. Arnie, dat je een soort verandering heb gezien, dat je eerst vooral partner was en nu misschien ook meer. Ja, ik ben nog steeds partner, maar er komen steeds meer zorgtaken bij en ook regeltaken en ook de taken daaromheen. En we overleggen het wel, maar uiteindelijk komt het op mij neer, zeg maar. Ja. Komt er heel veel op mij neer. En zolang het er goed gaat, is prima. Ja. Ja, maar ik moet wel opletten dat ik niet te veel ballen in de lucht moet gaan houden. Ja. Ja, ja, misschien Diane, want jij spreekt natuurlijk heel veel mensen. Wat betrek je, tenminste zie jij ook naasten echt als onderdeel van jouw behandeling, zeg maar, of van jouw begeleiding? Of richt je heel erg op mensen met Parkinson? Hoe gaat het in de spreekkamer? Wat ik heel fijn vind is als een naaste meekomt. Ja. Dat kan inderdaad zijn degene die jij benoemde, maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel mooi om te zeggen, als er jonge mensen met Parkinson zijn, om hun kleine kinderen mee te nemen, die ook hun vragen mogen stellen. En juist bij kleine kinderen die nog een heel magisch gedachtegang hebben, dat kinderen opeens vragen stellen die ze nooit aan hun ouders hebben durven stellen, maar die wel in hun hoofd hangen, zeg maar. Daarnaast zie ik vaak in de spreekkamer dat de naaste, degene met Parkinson, anders waarneemt als dat degene die Parkinson heeft zichzelf waarneemt. En er kan best wel eens verschil in zijn. En er kan ook wel eens wrijving tussen de partners plaatsvinden. En ook goed om dat te bespreken. Daarnaast geven mensen soms aan, ik zie dat rollen veranderen. Mm-hmm. Dus eerst waren we geliefden, we zijn verliefd op elkaar geworden. We zijn met elkaar getrouwd en dan hadden we een bepaalde rollenverdeling. Maar dat het door de vordering van de ziekte van Parkinson die rollen anders worden. En bijvoorbeeld het overnemen, er is nooit gevraagd of je dat wel wilde. Maar dat gebeurt gewoon in het proces van de ziekte. Ja. En soms komt daar ook verschil in en ook soms wel eens strubbelingen over. En ik probeer heel klein soms te zeggen, goh Annie, jij moet nu de boekhouding doen, maar zou je man misschien de aardappels kunnen schillen? En dat die man echt Annie aankijkt en zegt, aardappels schillen heb ik nog nooit gedaan. Oh, even Brabant, sorry. Ja. Maar dat je wel kunt kijken van, kan jij dan weer iets voor Annie doen? Omdat Annie nu andere dingen moet doen. En dat er opeens weer een soort licht en ook energie komt. Dat mensen zeggen, daar hebben wij eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar dat is te veel en dat moet te snel. Zeg maar, dan kan je bijvoorbeeld 's middags al de aardappels schillen. Zodat Annie het 's avonds niet meer hoeft te doen. Omdat Annie andere taken moet doen. Maar, dus dat is eigenlijk een voorbeeld daarvan hoe dat verandert. Ja, maar dat doen wij ook wel. Ja, mooi. Ja. Wim die maakt de boontjes schoon. Weet en dat kost hem dan wel meer tijd, maar dat doet hij wel. Ja. En dan heeft hij ook het gevoel dat hij belangrijk is en eervol is en ook nog taken heeft. Ja. En wat wij ook vaak vertellen in de spreekkamer, alles wat je overneemt, komt niet meer terug. Dus blijf proberen de ander zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook al is het langzamer. Maar dat vraagt ook iets van jullie.
Ja. Dat vraagt ook dat je denkt, oh, ik moet geduld hebben. Terwijl ik ook denk, zal ik het even doen, dan is het maar klaar. Dus dat is ook wat we tegenkomen. Ja. Dat is echt een valkuil, hoor. Dat is echt een valkuil. Die geduld en niet, over, en niet te vlug overnemen. Ja. Ik probeer er wel mijn volhorend voor te hebben. Maar en zeker als je snel wilt zijn of op tijd aangekleed moet zijn of wat dan ook. Of dan heb je het over aankleden of andere dingen. Ja, dat is wel af en toe een valkuil, hoor, om geduldig te blijven. En dat we weten dat spanning en opjagen... De helft juist helemaal het niet. Gestelde effect geeft. Heel averechts. Ja. Ja. Maar leer dat maar eens. Waar zit dat knopje, zeg ik dan heel vaak. Ja. Ja. Is jullie relatie, zeg maar, met jullie partner ook veranderd, zeg maar? Is dat door de Parkinson anders geworden? Zeg maar, ga je anders met elkaar om? Of hoe? Ik denk dat wij beide beschermend naar elkaar toe zijn. Ja. Wim naar mij toe, dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. En ik naar Wim toe, door wat jij net zei, van neem niet te veel taken over. Net als Wim doet altijd de vaatwasser leegmaken, die zet altijd de koffie. Die wil nog wel eens mee helpen met stofzuigen. Dus dat moet ik hem dan ook eigenlijk laten doen. En soms, dan neem ik het ook nog wel eens uit handen. Maar dat zou ik eigenlijk gewoon bij hem moeten laten. Ja. Ja, een eye-opener. Mooi, mooi. Ja. Ja, dat is bij ons helaas al een gespasseerd station. Ja. Ja, maar dat hebben we in het verleden wel gedaan. Hè? Dus dat mijn man de koken en dergelijke. Maar dat is inmiddels allemaal, ja, helaas. Dat lukt, dat lukt niet meer. Hoor. Nee. Nee, dat heb je wel in eerdere jaren... Dat de rollen een beetje anders verschoven wel. En dat je dat ook, heb je dat ook heel bewust besproken? Of heb je dat heb je met elkaar gezeten en gezegd... Nou, we moeten misschien... Ja, ieder andere dingen gaan doen? Nee, dat is gewoon... Dat groeit zo. Nee, dat groeit zo. Ja. Nee, maar niet bewust, nee. Want, want jij maakt het wel. Jij probeert het... We hadden het net even in het voorgesprekje ook over. Hè, zo van... doordat een aantal dingen in het denken verandert... of bijvoorbeeld ook aandacht voor elkaar verandert... vind ik dat wel een belangrijk onderwerp. Want hoe houdt de naaste het vol... als het alleen maar zorg is en overnemen is van taken... En wie zorgt voor jou? En ik maak daar degene met Parkinson ook attent op, of alert op. Van, goh, heb je aandacht voor je partner? Zeg je af en toe nog dat je ze mooi vindt? Zeg je af en toe nog, kan ik iets liefs voor je doen? En daar hadden we het net in het voorgesprek ook over. Ja. En dat de naaste heel vaak het heel vanzelfsprekend vindt. En dat ze heel vaak toch dankbaar zijn en zeggen... Goed, Diana, jij dat hebt gezegd. Want ja, daar hebben wij het gewoon niet over. Omdat ik het ook vanzelfsprekend vind... En ook omdat ik ooit beloofd heb van, ja, we zorgen voor elkaar tot de dood ons scheidt. Dus dat het een soort, en ook met name de oudere generatie naasten, die hebben dat echt heel sterk, zo van, ja, dat hoor je te doen. Dus het vanzelfsprekendheid. Dat je die zorg biedt, want jij bent niet ziek en de ander wel, dus daarom vanzelfsprekend dat je voor de ander zorgt. En wie heeft ooit aan jou gevraagd of jij dat leven ook wilt? Ja. Nee, maar wat jij zegt, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want het is mij echt de laatste tijd echt opgevallen. En waar het vandaan komt, ik denk vanuit de dagbehandeling of wat dan ook. Mijn man die heeft de laatste tijd echt al een paar keer tegen mij gezegd tegen anderen. En ook tegen mij, maar ook gezegd tegen anderen dat ik het hoorde. Dat ik zo goed voor hem zorgde. Ja, ik vind het heel vervelend om hetzelfde te zeggen. Maar dat hij daar zo blij mee was. Fijn. Dat heb ik jaren niet gehoord. Dat is toch wel heel fijn om te horen, hoor. Dus jij zegt eigenlijk... Daar doe je het natuurlijk niet voor. Nee, daar doe je het niet voor. Maar je hebt zo weinig van die raakvlakjes. Er zijn heel weinig raakvlakjes meer door de Parkinson. Merk ik dat je toch wat meer naast elkaar... veel minder de innigheid wat anders geworden is. Ja. En dan zijn dat toch eigenlijk wel die dingetjes. Denk je... Mooi. Mooi lampje. En dan hele kleine dingen zijn die dan toch mooi zijn. Ja. Ja. Mooi. Mooi. We gaan luisteren naar een vlog van Colin van der Heijden. Hij is maatschappelijk werker bij ons. En heeft ook een mooie boodschap over of voor naasten. Als de diagnose Parkinson of Parkinsonisme gesteld wordt, dan heeft dat uiteraard een grote impact op jou als naaste. Ook jouw toekomstbeeld verandert. Naast in brede zin. Je kunt natuurlijk partner zijn, kind, vriend, vriendin, maar ook vader of moeder zijn. De gevolgen van zo'n ziekte, die draag je onherroepelijk samen.
In de spreekkamer ben ik vaak nieuwsgierig naar hoe naasten zich verhouden tot de term mantelzorger. Voel je jezelf mantelzorger of juist totaal niet? Denk je na over de toekomst? Wat vind je belangrijk? Wat wil je? Wat wil je pertinent niet? Hoe dan ook krijg je er, denk ik, taken bij naarmate de gevolgen van Parkinson toenemen. En de druk op naasten kan groot zijn. Ik zie allerlei verschillende reacties. Mensen die vragen stellen op een hele directieve manier. Soms doen mensen dat ook helemaal niet. Of ervaren het als een zwaktebod als je bekent dat het zwaar is. Of dat je je partner wilt sparen als het gaat om die gevolgen die toenemen. Ja, hulpvragen kan heel lastig zijn. En ik hoop dat zorgverleners inmiddels ook de vraag aan jou als naaste zullen stellen. Hoe gaat het met je? Want daar begint zo'n gesprek denk ik altijd mee. Voordat je kunt nadenken, wat heb je nodig en wat wil ik eigenlijk? Als het gaat om hulp, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Als eerste hoop ik laagdrempelig bij jouw gemeente, waar je woont. De gemeente is in algemene zin verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning via de WMO, ofwel Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het kan lotgenotencontact zijn tot één-op-één vrijwilligershulp die mogelijk is. Het verschilt per gemeente, dus vraag dat zelf na als je daar behoefte aan hebt. Er zijn ook een aantal websites die de moeite waard zijn om te bezoeken voor tips en handvatten, zoals mantelaar.nl of mantelzorg.nl. Natuurlijk de website van de Parkinsonvereniging. Maar ook een website voor jonge mantelzorgers, JMZ. En je kunt het ook omdraaien. Hulp kan soms ook betekenen dat jouw naaste naar dagbehandeling of dagbesteding gaat, zodat je zelf wat handen vrij hebt of je batterij wat kunt opladen. Dus ook partner in balans ontwikkeld. Dat is een online zelfmanagement tool gericht om jou als naaste zo goed mogelijk de touwtjes in handen te laten houden. Niet iedere instelling biedt dat aan. Dus check dat na, waar je naaste in behandeling is, of dat een optie is. Hoe dan ook, het is altijd maatwerk en het begint bij praten over hoe dat met je is, zonder dat daar meteen een conclusie aan verbonden zit. Dat wens ik iedereen zeker toe. Ja. Nou, mooie vlog van Colin. De websites zijn overigens straks ook weer via Parkinson TV terug te vinden. En wat denk ik ook goed is om te noemen, is dat de Parkinson Vereniging, de Vereniging van Mensen met Parkinson, ook een heel mooi aanbod heeft aan naaste ondersteuning. Je kunt daar cursussen doen, met naasten in contact komen. Dus belangrijk ook om sowieso lid te zijn van de vereniging, maar ook daar te zoeken. Wat ik hoor, ook van Colin, is dat hij zegt, zorg ook goed voor jezelf als naaste. Zorg ervoor dat je niet overbelast raakt, zeg maar. Ja, Helmi, jij... Ja, dat is wel een uitdaging. Dat is een uitdaging, hè? Maar gelukkig, het is nodig. En dan zijn wat dat betreft, ik heb wel verschillende hulpmiddelen. En ik ben er ook achter gekomen dat er best mogelijkheden zijn soms om dat te doen. Ja. Een logeerhuis bij ons in de buurt. Wat ontzettend fijn is, want als mijn man daar naartoe gaat, dan word ik volledig ontzorgd. En dan kan ik mijn hobby uitvoeren. Ik kan toneel spelen of beeldhouden, of net wat ik dan wil gaan doen. En anders durf je niet meer zo lang van het huis af. Ja. Dus. Maar was het een stap voor jou? Want ik kan me voorstellen dat het misschien best wel een stap is om naar zo'n logeerhuis te gaan. De stap voor hem was natuurlijk een stuk groter dan voor mij. Hè? Ja. Maar het was misschien ook wel voor. Het is voor jou ook bedoeld. Toch? Ja, bedoeld om mij te ontzorgen. En dat was eigenlijk. Je moet kiezen tussen een aantal kwaden dan. Of ik doe niks. Maar mijn man was wel met mij eens dat het voor mij ook heel belangrijk is dat ik toch mijn ontspanning heb. Ja, ja. Omdat hij ook ziet dat ik het anders ook niet trek. Nee. Dus na de eerste keer proefslapen, hebben we echt wel zoiets van, dat is een goed iets. Ja. 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 Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar een drempel over moet. Dat heel veel kijkers ook kijken en denken van, dat lijkt me best heel spannend om dat te doen. Terwijl het ook
uiteindelijk misschien juist ook wel goed is voor de onderlinge verhouding of zo. Hè? Dat ja, je, sowieso. En het is voor hem ook niet verkeerd. Hij wordt er goed verzorgd ook. Ja. En hij komt ook in contact met andere mensen. Ja. Want ook de wereld van iemand met Parkinson, die wordt een heel stuk kleiner. En niet alleen degene met Parkinson, maar ook mijn wereld werd heel stuk kleiner. Dus ik, vandaar dat ik dingen ben gaan doen. En dit geeft ook de mogelijkheid dat hij andere mensen sprak, met weer met andere dingen in aanraking kwam. Dus na de eerste horror was dit echt wel een hele fijne oplossing. Ja. Ja. Ali, hoe voorkom jij dat je overbelast raakt? Door naar de yoga te gaan. Ja. Ja. Dat helpt me echt wel goed. Daar maak je ook ruimte voor. Ja, daar maak ik ruimte voor. Probeer ik 3 keer in de week naartoe te gaan. En af en toe een wandelingetje maken in het bos. Met een vriendin van mij. En een keer op visite te gaan bij een schoonzus of een vriendin. En ik moet zeggen dat ik dat wel minder doe als wat ik eigenlijk zou willen. Maar dat is prima. Ja. En verder, ik heb de cursus Reiki gedaan. Die helpt me ook wel om een stukje rust in mijn lichaam te houden. Mindfulness doe ik erbij. Nou, dus dat maar het lukt je wel om zeg maar echt tijd voor jezelf te vragen, zeg maar. Om ruimte voor jezelf te vragen. Ja, ik vind dit al heel mooi wat ik nou doe. Ja. 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 Mooi. Conan had het ook over de cursus Partner in Balans. Ik weet dat jullie daar allebei gebruik van gemaakt hebben. Zo'n online cursus. Ja. Die in sommige regio's gedaan wordt. Wat hebben jullie daarvan geleerd? Het hield mij een spiegel voor. Van, ja zeker. Van om toekomstgericht te gaan kijken van, probeer echt in nu te leven. Hè? Ja. En dan ga je kijken van, oh, waar kan ik nog dingen, met sociale netwerk bijvoorbeeld, dat vond ik best een lastige, om dat uit te breiden en zeker in stand te houden. En ook om daar in de toekomst mogelijk gebruik van te kunnen gaan maken. Ja, want dat is een soort opdracht, hè? Je moet opdrachten maken. Moet je een opdracht doen om te kijken van wie zit er in je sociale netwerk en wie kan jou steunen in jouw netwerk. Ja, dus dat vind ik wel. Ik vond het wel een hele leerzame cursus. Ja. Ja. En ik vind ook eigenlijk dat we hem moeten kunnen blijven onderhouden. Ja. Heb ik het ook al met Colin over gehad. Van, je doet een aantal modules en dan na een jaar wordt die gesloten. Maar het is omdat Parkinson niet in een jaar over is en het proces in de ziekte schrijdt voort. En dan komen ook andere dingen aan bod die je nog graag weer even op wil frissen bijvoorbeeld. Ja, maar je pakt maar een paar modules uit. Ja. En er zijn een aantal modules die op dat moment nog niet, misschien op jouw moment nog net niet relevant zijn. Ja. Maar wel op een gegeven moment relevant kunnen worden. Ja. 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 Bijvoorbeeld die laatste fase, de latere fase, die zit er ook in. Nou, die heb ik toen niet gedaan, maar misschien voor de toekomst wil ik die wel heel graag gaan doen. Ja. 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 Diane, we hadden het net voor de Conan over dat jij sprak over dankbaarheid. Hè, dat je als je Parkinson hebt en je partner zorgt goed. Hè, of heeft aandacht voor jou, dat je ook die aandacht terug mag geven. Daar kan ook iets in zitten van dat je dankbaar moet zijn. En dat je misschien schuldig gaat voelen als je Parkinson hebt. Dat je partner voor jou zorgt. Er kan ook een soort spanning ontstaan. Ja, komen we zeker ook voort. Zie ik echt gebeuren ook in de spreekkamer. Ook bijvoorbeeld als de naaste vraagt, ik heb ruimte voor mezelf nodig. Dat er ook wel spanning kan ontstaan. Zo van, ja, maar jij zorgt goed voor mij en jij kent mij. En ik wil niet iemand anders. En ook de fase van aandacht vragen voor de naaste, dat die ruimte voor zichzelf om het kunnen volgen. Maar ook het toelaten van vreemden in je huis. Mm-hmm. Ook voor de patiënt zelf, maar ook voor jullie als naaste. En naarmate de ziekte voortdurt, komen er steeds meer vreemden in je huis. En die vreemde zul je met de een hele mooie klik hebben en de ander heb je geen fijne klik mee. Dus dan kan er ook een spanningsgebied ontstaan tussen, ja, die helpt mij wel, maar die irriteert mij ook. Ja. Ja. Dus ook die balans tussen, is het me waard om die irritatie te verdragen? Maar dat we ook heel voorzichtig in gesprek gaan met elkaar, zo van, probeer dan niet erbij te blijven, maar probeer juist dat moment te gebruiken om even tijd voor jezelf te nemen. Ja, als je iemand vraagt om bijvoorbeeld te helpen bij het aankleden, dat je dan zelf ook juist die momenten gebruikt om iets anders te gaan doen. Maar dan zie je echt wel dat mensen daar echt mee struggelen om dat te gaan doen. Omdat ze zelf misschien ook wel vinden, ik kan het eigenlijk het beste. Ja. En die ander doet het wat minder goed. Plus dat je afhankelijk bent van
komt die ander wel op tijd? En komt die ander later? En dus het toelaten van hulpverleners, professionele hulpverleners, is best wel een heel ingewikkeld proces. En we weten dat later in de ziekte er steeds meer hulpverleners nodig zijn. Mm-hmm. Om uiteindelijk naar het proces te komen, is het nog mogelijk om thuis te blijven wonen. Ja. En moeten we verder gaan kijken naar andere oplossingen. Wat weer opnieuw verdriet geeft en spanning geeft en ook een zorg geeft en loslaten geeft. Ja. Ja, jullie knikken allebei, jullie herkennen dat. Want jullie zitten ook in die fase om daarover na te denken. Nou ja, mijn man heeft inmiddels al thuiszorg. Ja. Nu nog beperkt tot 2 ochtenden in de week. Maar we hebben het er wel over om dat uit te gaan breiden. Ja, aan de andere kant, dan zit ik wel van, ja, dat is om mij te ontlasten. En bijvoorbeeld dat ik mijn sport kan gaan doen, mijn avondje tennissen heb. Maar ja, als ik dan een keer niet hoef te tennissen en de thuiszorg komt wel. En ik zit daar lekker op de bank. Dan voel ik me gruwelijk schuldig. Dat zou ik niet kunnen. Dat gaat dan wringen bij mij. Want hij heeft toch het liefste dat ik dat doe op het tijdstip. Dat hem het met thuiszorg. Kun je niet helemaal qua tijd inrichten. Dat ik dat het liefste doe, dat snap ik ook. Want dat is het meest vertrouwde natuurlijk. Dan nee, je geeft ook een stuk vrijheid weg. Hè? Ja, dat geeft je. Ja, dat geeft je echt. Dat is duidelijk. Ja, ja klopt. Spreek maar tegelijkertijd is het ook voor jou belangrijk om ook die rust te hebben. En misschien ook wel gewoon op de bank te kunnen zitten, toch? Ja, misschien wel. Ja, het is wel belangrijk. Het is niet misschien, dat is ook belangrijk. Is belangrijk, dat is ook zo. Ja, maar ik denk het over het algemeen, dat kun jij misschien beter vanuit spreken, maar dat naasten toch misschien te vaak over hun eigen grens heen gaan. Of dat ze te lang blijven zorgen. Ja. Nou, het is wisselend per situatie. Hè? Ja. Ook afhankelijk van hoe de stemming is en de cognitieve mogelijkheden van degene met Parkinson. Kun je dat bespreken? Is er een cirkel rondom het systeem, zeg maar, van andere mensen die je kunt vragen. We hebben ook mensen die zijn alleenstaand en die hebben Parkinson. Mm-hmm. Ja. We hebben mensen die geen kinderen hebben. We hebben mensen die wel kinderen hebben. We hebben mensen die goed contact hebben met hun kinderen, geen contact hebben met kinderen. We hebben mensen die fantastische kring om hun heen hebben rondom het huis, die zelf aanbieden, kunnen we iets doen? Ja. Dat is alweer anders dan dat jij het moet gaan vragen. Ja. En als je het dan hebt gevraagd en die ander zegt nee, dankjewel. Hoe is het dan om het de tweede keer bij iemand anders te gaan vragen? Ja. Maar dat lijkt me helemaal moeilijk als je nee hebt gekregen. Ja. Ja. Ik vind vragen heel erg moeilijk. Hoor. Ja. Vragen aan vrienden of familie. Maar waar we het net ook in het voorgesprek in hadden, dat we zeiden, misschien zit die ander wel te wachten totdat jij het vraagt. Dat die dochter zegt, oh, eindelijk kan ik nou iets doen, want ik wilde me niet over aanbieden. Nou, dat zou kunnen, maar je wilt ze ook zo lang mogelijk nog uit de zorg houden. Ze hebben hun eigen besoignes en dergelijke. En dat weten we allemaal. Er komt nog een zware tijd aan. En dan heb je ze nog veel harder nodig. Ja. Dus je wilt ook niet overvragen. Ja. En die balans is zo moeilijk te vinden. Ja. Maar en praat je daar dan ook over? Want ik kan me voorstellen. Ja. Ik heb er ook met zijn dochter over. Ja, dat ik daar eigenlijk, ja, op dit moment lastig vindt om te vragen. Zij weet ook hoe moeilijk ik het vind om het te vragen. En als ik het echt vraag, dan weet ze ook dat dan is het ook echt nodig. Daar moet je over praten. Ja, maar dat is wel, daar heeft partner in balans mee gebracht. Ja? Ja, dat is echt een van de belangrijkste leerpunten die ik daar heb. Als we maar gestimuleerd hebben om dat gesprek aan te gaan. Ja. 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 Want Annie, heb jij dat ook? Dat je... Hebben jullie ook andere zorg, zeg maar, in huis? Wij doen het samen. Wim en ik helemaal? Doen het samen, ja. En we hebben een dochter, onze dochter en schoonzoon, die stand-by zijn, zeg maar. Ja, ja. En die proberen we zo min mogelijk te belasten, want die hebben ook nog een druk gezin en hun werk. En, ja. Maar die zijn wel... Ja, zeker, tuurlijk. Annie, want wat ik vaak merk, hè, is dat we invullen voor de ander. Klopt. Want heb je het alles ooit aan je dochter en je schoonzoon gevraagd? God, zouden jullie iets willen doen? Zonder dat je het al nodig hebt, zeg maar. Want nu vul je het in, ze hebben het heel druk en ze hebben het... Nou, onze dochter die helpt ons, want Wim deed altijd de administratie. En ik deed altijd andere taken. En zij helpt nu met de administratie. Fijn. Snap je?
En mijn schoonzoon die helpt mij met mijn tablet als ik er niet fantastisch uitkom. Fantastisch. Ja. Dus dat durf ik ook goed te vragen. Ja, mooi. Ja. Nee, maar wat jij zegt is dat ook mensen die druk zijn, kunnen het soms ook fijn vinden om te helpen. Ja. Ook al ben je druk. Hè? Ja, dus, dat dus, klopt. Dus, en ik denk dat mensen soms te veel denken, oh, diegene is druk. Kijk maar naar onszelf, hè. Wij helpen toch ook anderen? Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we boter op ons hoofd. Hè? Ja. Ja. En sommige mensen hebben het geluk dat hun sociale kring heel dichtbij woont. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld een gezin die zegt, ik breng gewoon iedere avond, ik moet toch koken voor 4 kinderen. Of ik nou voor ons pap en smap nog erbij kook. En die zeggen, wij brengen gewoon iedere avond het eten. Hebben ze dat niet meer, hoeven ze dat niet meer te doen? Hoeven ze daar ook de boodschappen niet meer voor te doen? Ja. En ik zie mijn ouders iedere dag even. Ja. En dan hoef ik niet iets heel groots te doen. Maar dat doet wel heel veel. Precies. Ja. 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 Als jullie nu terugkijken naar die jaren die jullie zeg maar samen Parkinson hebben. Zou je dan dingen anders gedaan hebben? Jullie hebben ervaring. Mensen die hier ook mee geconfronteerd worden. Wat zou je die kunnen meegeven? Als je mantelzorger wordt of je komt in zo'n situatie, dan zou ik bovenaan zetten van probeer goed voor jezelf te zorgen. Want als je het niet voor jezelf kunt, dan val je uit en dan kun je het ook niet meer voor je partner of voor degene die Parkinson heeft. Waardeer wat er wel is en kijk wat er nog wel kan. En kijk naar mogelijkheden kijken, niet naar onmogelijkheden. Probeer het positief te houden, geduldig te blijven, je af en toe proberen te gaan staan in de voeten van de ander, in de schoenen van de ander, zo moet ik zeggen, dan krijg je meer begrip voor zijn situatie. Neem kennis van de Parkinson en met name van de symptomen waar hij of zij het meest mee worstelt. En ook hoe dat die medicatie, houd dat mee in de gaten, want met medicatie kunnen ze zoveel fine-tunen, maar het moet wel aangegeven worden. Want zelf kun je dat niet doen, ben je afhankelijk van de arts. En je moet proberen wat jij al zegt. Je denkt voor 2 mensen. Je probeert ook voor hem. En voor mijn man wil ik het de dag zo comfortabel mogelijk laten zijn. Dat hij in zo'n optimale mogelijke positie is. Ja. Dat is mijn doel eigenlijk. Ja. En dan weet ik niet of ik nog iets vergeet. Weet jij wat jij vergeet, weet ik niet. Weet jij nog iets aan te vullen? Nou ja, kijk, jouw vraag was of ik iets anders had gedaan. Yeah. Dat was jouw vraag. Maar jij zei, was ook heel belangrijk, hoor. Ja, zeker. Maar wat je ook wil meegeven, maar wat je wil meegeven. Maar wat ik anders gedaan zou hebben, zou misschien, wat we het eigenlijk net ook al hadden, eerder vragen om hulp in de omgang, in de ondersteuning. Dat is eigenlijk het enige wat ik, denk ik, anders gedaan bij mensen hebben. In de omgeving? Bij mensen in de omgeving. Of via de huisarts, of via de Parkinson. Nou, niet thuiszorg of zo. Want, nee, maar echt gewoon maar echt, meer hulp. Ja, dat denk ik wel. Gewoon hulp met gewoon gezelligheidshulp. Ja. Misschien moet ik dat soort hebben. Gewoon kleine dingen. Kleine dingetjes. Want ik merk dat het gaan naar de dagbehandeling, dat doet hem goed en dergelijke. Maar ik kan niet altijd met hem bezig zijn. En dat zijn dingetjes, dat had ik misschien eerder moeten doen. Maar verder, anders gedaan, nee. Ik vind wel, zoals jij het ook zegt, probeer gewoon nog alles te doen, eruit te halen wat je kan. En als het een keer niet gaat, ja, jammer dan, maar heb het wel geprobeerd. Heb geen spijt van de dingen die je niet gedaan hebt, maar heb spijt van de dingen die je gedaan hebt eventueel, maar niet andersom. Nee. Wij zijn nog op vakantie geweest afgelopen jaar. Iedereen verklaart me voor gek. Maar we hebben het wel gedaan en het is wel gelukt. Een mooie herinnering. Ja. We hebben hele mooie herinneringen. Ja. Nee, dat is ook mooi. Maar is dat iets wat jullie in je aard al hadden? Want ik merk bij jullie allebei een soort optimisme. Of soort bij mij is het altijd half vol, maar bij mijn man is het minder dan half leeg. Ja, dus en dat is wat de mantelzorger of de partner moet doen. Die moet die kaart trekken. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen, als je zo niet in elkaar zit, dat ook wel lastig kan zijn. Zeker, toch? Dat denk ik wel. En daarbij het klinkt nu bijna alsof het... van als je een goede spirit hebt, dan lukt dat of zo. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook wel
Ik heb ook wel eens dagen gedacht van... Ja. Weet je, zeker als ik slecht geslapen heb. Ja. Dan nekt me, hè. Als ik slecht geslapen heb, dan ben ik overdag een dweil, bij wijze van spreken. Maar die positieve instelling, die heb ik. En daar ben ik ook heel blij mee. En... Want die maakt het minder zwaar. Ja. En ja, dan weet ik niet meer wat ik wou zeggen. Nou, doordat je die... Kijk, natuurlijk zitten wij er wel eens doorheen. Ja. Hè? En daar zit ik ook. En op dat moment, dan kunnen we die kar ook niet echt trekken. Nee. En dan op de een of andere manier lukt het ons wel weer om eroverheen te gaan. Of door goede gesprekken met andere lotgenoten. Of eens een keer flink te schreeuwen in een besloten ruimte waar niemand er last van heeft. Of in ieder geval je niemand kwetst of wat dan ook. Gesprek met de huisarts of... Nee, dat bedoel ik. Maatschappelijk werk. Dat doen we. Ja, maar dat hebben we wel, heb ik wel nodig, hoor, af en toe. Om dat glas vol te houden, heb ik daar wel nodig. Dat met iemand die het begrijpt. Dat niet, of niet? Ja. Dat je dat ook nodig Ik probeer zoveel mogelijk zelf op te lossen. Dat zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik heb wel mensen om me heen waar ik mee kan sparren. Want adviseer jij mensen ook vaak om bijvoorbeeld naar een huisarts of iemand te gaan waar je mee kunt praten? Nou, ik vraag eigenlijk in het consult altijd aan de naaste. God, heeft u mensen om u heen waar u uw hart bij kunt luchten? Belangrijk. Vrienden, kennissen, kinderen. En als dat beperkt is, dan zeg ik ook wel, God, denk aan de praktijk ondersteunen, denk aan maatschappelijk werk. Maar denk bijvoorbeeld ook aan partner in balans. Maar we hebben ook iets nieuws wat wij hebben ontwikkeld. En dat is contact dichterbij. Dat is denk ik een soort lotgenoten. Ja, contact dichterbij is eigenlijk een soort ontmoetingsmogelijkheid van mensen met Parkinson, naasten van Parkinson, mensen van overledenen van Parkinson. Dus dat je eigenlijk... kunt kijken, is er een match in mijn omgeving dat ik eens een keer kan gaan wandelen met iemand of een taartje kan gaan eten even weg uit je gewone situatie, maar dat je wel met iemand praat die het snapt. Ja. En ook wij in de spreekkamer bieden soms wel eens aan dat een naaste alleen komt, wel met medeweten van degene met Parkinson, omdat we dat altijd open willen houden, maar ook die mogelijkheid is er, omdat het soms ook moeilijk is om de moeilijke dingen over de ander te zeggen, want je wil de ander niet kwetsen. Ja, Maar die zijn er wel. En dan kunnen we misschien net weer handreikingen geven om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja. Nou, daar zijn dat soort lotgenotenbijeenkomsten ook heel goed voor. Ja, een Parkinson Café. Ik ken ze ook, een Parkinson Café's. En ook het Parkinson Koor bijvoorbeeld. Mooi. Mensen met en hun naast mooi. Te zitten. Ja. Daar ga ik ook belangrijk is ook om anderen op te zoeken. Ja. En de contact dichtbij kan daar heel goed tegen helpen. In het voorgesprek hadden we het ook over, dat zei jij nog, Arnie, van, dat je het ook belangrijk vond om op tijd met elkaar in gesprek te gaan over wat je nu belangrijk vindt in de latere fase. Van, ja, dus zeker. Als je zorg nodig hebt, van wat vind je belangrijk? Ja, wat mijn man belangrijk vindt. Maar ja, ook zeker. Zelf, dat je daarover in gesprek bent. Ja, zeker. Want dat zou je ook willen adviseren. Of tenminste, dat zou iedereen willen meegeven van ga er vroeg over in gesprek. Ga er vroeg over in gesprek. Ja. En als het weer... want omdat het dus een voortschrijdend proces is, de ziekte... Kom je in een andere fase en denk je er dan nog steeds zo over? Ja, ja. Hè? Of heb je je wensen bijgesteld? Ja. Zijn je wensen veranderd? Want het is wel belangrijk. Want er komt misschien ook een periode waarin je het niet meer goed kunt uiten... Ja, en het is belangrijk dat je, als je bijvoorbeeld zegt van, nou, mijn man die stelt dan voor van, ik wil dan euthanasie, ik ga dat niet afwachten. Dan heb je wel je voorgesprekken nodig en ook dat je hebt een dossieropbouw nodig. Ja. Want anders dan krijg je geen hulp, hè. Ja. Het moet wel volgens de regels. Dus niet wachten tot dat in beeld komt, maar al vroeg. Ja, weet je, we zijn allemaal onderweg naar het einde, hè. Ja. Ja. Nou, dat is ook ontzettend belangrijk. En wij hebben ook die gesprekken gehad en ik vond ze best moeilijk af. Ze zijn heel moeilijk. En op een gegeven moment weet ik dat bij de Parkinsonvereniging er ook gesprekhulpen neergezet waren. Toen hadden wij al heel veel gesprekken gevoerd, maar ik heb ze er toch bij gepakt. Om te kijken, van, nou zijn we nog dingen vergeten en dergelijke. Ja. Die had ik best veel eerder willen hebben. Want ze maken het opstarten van dat soort moeilijke gesprekken... Misschien ook wel weer ietsjes makkelijker. Want je zit samen aan de eettafel en je wilt erover gaan beginnen. Over de laatste fase. De euthanasie heeft mijn man het ook over. Verpleeghuis. Ja,
Ja. Dan zijn die wel handig. Ja. 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 Ik komt een opmerking binnen van Herman via de chat. Hij zegt van, jullie ook aandacht hebben voor het feit dat Parkinsonisme vaak veel sneller verlopen. Waardoor je geen tijd krijgt om mee aan te passen aan je, en je wordt overvallen. Ik denk dat dat ook goed is om te noemen. Hè? Dat, zeker. Mensen met Parkinsonisme, MSA, PSP. Zeker. Dat het proces sneller loopt, waardoor je nog sneller overvallen wordt. Ja. 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 Wij als hulpverleners zijn daar heel alert op. Ja. Waardoor we met name de vragen over de laatste fase zelf proactief inbrengen. Heel goed. Dat we ook merken dat in gesprekken met Parkinson of met Parkinsonisme, dat wij als hulpverleners ook daar veel eerder op ingaan als we bijvoorbeeld een signaal krijgen. Of als we zeggen, we merken dat het zo snel gaat, wij moeten het nu in gaan brengen. En heel even zie je soms een schrik van mensen, van is dat al nodig? Ja. En als we dan heel rustig daarover praten en zeggen, want we weten dat de ziekte voortdurt, we weten ook dat het denken kan veranderen in de ziekte. Ja. Dat het goed is om er samen in gesprek. En dat wij als hulpverleners ook de weg kunnen wijzen die bewandeld moet worden om bijvoorbeeld tot een euthanasieverzoek te komen, of tot het levenstestament, of het gewone testament. Maar dat zelfs in de spreekkamer iemand wel zegt, ik heb mijn muziek al uitgezocht. En dat de partner echt schrikt van, waar ben jij dan mee bezig? Ja. Maar hij zegt, mij geeft dat rust als ik weet dat dat geregeld is. Ja. 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 En dat we soms ook gesprekken hebben om samen met maatschappelijk werk, ook in een thuissituatie, dat gesprek te voeren van, we weten dat we geen behandeling meer hebben. En dat we ook willen voorkomen dat het op een nare manier naar het leveneinde gaat. En dat is best wel zwaar om dit onderwerp ook hier te bespreken. Ja. Nee. Omdat we ook beseffen dat er hele jonge mensen zijn, vroeg in de ziekte met de ziekte van Parkinson. Maar weet dat het in de spreekkamer echt besproken kan worden. En wat ons betreft is het moment nooit te vroeg. Nee, en ik denk, we hebben dat als zorgverleners ook wel gezegd. Ik bedoel, het gaat niet om, eigenlijk moet je dat gesprek altijd hebben, ook als je geen ziekte hebt. Hè? Je moet op tijd daarover nadenken. Dus het gaat niet zozeer om dat als je ziek bent, dat je dan pas over na moet denken. Je moet op tijd nadenken over wat je belangrijk vindt. Ja. En die vraag. Maar op het moment dat je overvallen wordt met een ziekte, dan gaat het natuurlijk wel sneller. En dan word je ook gedwongen om erover na te denken. Ja, ja, zeker met Parkinsonisme, omdat het nog zoveel sneller en onvoorspelbaarder. Die vraag, zeg maar, wat jij nu net noemt, Martin. Ik probeer in de eerste kennismaking al met patiënten te bespreken en met hun partners te bespreken, wat is voor jullie belangrijk? Waarom kom je hier eigenlijk naartoe? Ja, ja. Wat heb je van ons nodig om dat doel te bereiken? En soms schrikken mensen ervan, zo van, waar ben jij nou mee bezig? Maar om al heel vroeg te leren kennen van wat is belangrijk. En sommige mensen zeggen, ik vind het heel belangrijk om te kunnen blijven fietsen. En iemand anders zegt, ik wil dat ik eervol naar het levenseinde ga. Ja. En dan zeg ik, wat is dan nodig? Wat moeten wij dan nu al gaan regelen? En wat dank je wel dat je het al met ons deelt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. En ook, hoe kun je dat dan samen doen? Hè? Ja. Je gaat samen dat pad. Je gaat samen die, zeker. Ja, die weg. Mooi. Ja, we komen aan het eind van de uitzending. We zouden hier nog verder over door kunnen praten, denk ik. Nog veel langer. Annie, je had sowieso deze boekjes meegenomen. Ja. Misschien kun je het zelf even toelichten. Want daar heb je veel steun aan gehad, ook als mantelzorger. Ja, ik denk dat jij de goudmantel. Ken je die? Ik ken de goudmantel en ik heb het door. Maar voor mij was die wat minder. Minder relevant. Hij kwam mij pas. Ja, hij is er nog niet zo lang, maar hij is heel goed. Ja. Wat erin staat, is heel goed. Ja. Er staan heel kort aangetikt van. Bijvoorbeeld, mijn man valt. Je kunt er bijvoorbeeld dit mee. Ja, dus kleine tips. Hele kleine tipjes enzovoorts. En er is ook nog een vervolg op. Hè? Dus je hebt deel 1 en je hebt deel 2. Ja. Dus het is iets minder op het stukje onder de ijsberg, dus het cognitieve gedeelte geënt. Het is met name op hetgeen boven de ijsberg, dus het vallen en het vriezen en dergelijke. Maar wel goed. Ja, en Annie, jij deze boeken van Ad Nauws. Die heb ik ook, Het zijn twee boeken voor degenen die de boeken niet kennen. Mentale kwetsbaarheid door Parkinson en Mijn denken stottert, vaak meer dan mijn benen. Ja. Dus dat geeft ook... Ja. Die is heel goed, hoor. Het zijn boeken die voor mijn man die zegt van, nou,
ik herken mij hier zo in. Ja, ja. En het is wat je niet aan de buitenkant ziet, maar wat er wel in het hoofd gebeurt met het wat denken. Wat vaak nog veel meer impact heeft dan de buitenkant. En dat gigantisch veel impact, impact heeft, ja. Ja, 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 ja. Mooi, nou dat zullen we ook... voor iedereen aan te raden. Ja, zullen we ook op de website zetten. Dan wil ik afronden met jullie toch nog kort vragen van wat hebben we nog niet besproken, wat we wel graag willen meegeven aan de kijkers. Wat willen jullie graag nog meegeven? Ik heb al een heleboel tips gegeven, ik. Ja. Nou, zorg voor jezelf. Ja. Ben niet te bang om te vragen voor hulp. En praat zo snel, maar praat met elkaar ook over de moeilijke dingen. Ja, ja, ik denk een hele belangrijke boodschap. Het zat ook in het gesprek, maar blijf goed voor jezelf zorgen. Dat zijn denk ik echt belangrijke dingen. Neem ruimte voor jezelf. Ja. Ja. En dat geldt voor alle mantelzorg, niet alleen voor partners, maar ook voor kinderen enzovoort. Ja, en heb jij daar nog iets aan toe te voegen met jouw ervaring? Iedere situatie is anders. Ja. Ja. En geef aan wat jij nodig hebt. En wij als hulpverleners hebben een heel scala van mogelijkheden, maar geef aan wat jij nodig hebt. Want jij bent uniek en jouw situatie kan echt anders zijn als van de buurvrouw. Ja. En elke relatie is ook uniek. Ja. Dus iedereen heeft een eigen type relatie. Ja. Dus als naaste ben je ook altijd weer een andere naaste dan een andere naaste. Zeker. Ja. Ja. En elk naaste is ook een ander persoon. Hè? Ja, ja, dat bedoel ik te zeggen. Absoluut. Ja. Dus belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. Ja. Mooi, dank u wel voor het kijken. Jullie, heel hartelijk dank voor jullie open gesprek. Heel mooi. Graag gedaan. Graag gedaan. De volgende uitzending is op vrijdag 25 oktober. Die gaat over psyche en Parkinson. Ook een belangrijk onderwerp. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u die alvast via de mail stellen en tegen die tijd ook weer tijdens de uitzending live in de chat zetten, stellen. Nou, nog één keer, de Parkinsonvereniging, goed om te benoemen dat zij veel informatiemateriaal hebben en dus ook informatiemateriaal voor naasten. Dus ga naar de, tenminste als u daar behoefte aan heeft, ga naar de website van de Parkinsonvereniging. Heel hartelijk dank, jullie bedankt. Ja. Goede tijd. Dag. Oké. Okay.